Ik hoop dat er iemand aanwezig is. Laten we dit ding ook maar gewoon lekker onder de deur doorschuiven. En hopelijk is er dus iemand aanwezig. Oké, ik schuif er rustig onder door. En gaat dit te pakken krijgen? Holy shit, mensen. Ben jij de horrorkerstman? Oké, we schuiven hem alweer onder. Ik denk het. Ik denk echt dat hij het is. En wat gaat hij zeggen? En wat is het? En? Wat is het? Dat soort dingetjes. En ik word helemaal moe van en dat soort dingen. Kijk nou wat een zwakkeling. Hij denkt dat hij mij kan hebben, maar. Yo gasten van dit kanaal, welkom bij een bangen nieuwe video. En zoals jullie de vorige keer hebben gezien, had ik een brief terug gehad of het de horrorkerstman was. Ja of nee. Vandaag gaan we de antwoord op krijgen. Voor wij verder gaan met deze video, zorg dat je deze video even in 3 seconden tijd like. Want anders komt de horrorkerstman hetzelfde als bij jou doen. Zet je ook straks onder bloed of besta je straks niet meer. 3, 2, 1. Ik hoop dat jij deze video hebt geliked. Zorg ook even voor dat je bent geabonneerd met het notificatiebelletje aan. Volg me ook even op social media. Instagram, @delano3006 en op TikTok, @delanogoffe. En als je dat hebt gedaan, dan ben je een held. Zorg ervoor dat je bent geabonneerd met het notificatiebelletje aan. Zodat je altijd een nieuwe video ontvangt, zodat ik een nieuwe video upload. En ik denk dat we kunnen beginnen met de video. Dus let's go. Sorry, ik praat een beetje snel, maar dat vind ik leuk. Oké. Okay. We moeten het antwoord afwachten en gaan kijken of wij een antwoord gaan krijgen van de horrorkerstman. En? Wat is het? Wat is het? 3... Oh, wacht. Ja mensen, hij heeft inderdaad dit gedaan. Het is de horrorkerstman, gasten. Holy moly, ik durf de deur gewoon niet open te doen, want jullie weten dat ik heb conflicten mee. Hij gaat me vermoorden. En ja, oké, ga ik nu vragen. Ga ik de opdrachten halen binnen 2 uur? Oké mensen, we gaan hem eronder doorschuiven en kijken wat zijn antwoord is. En... holy moly mensen! Oké mensen, zit hij hier in de dinges? Zo te zien, niets. Hij zegt dat ik moet zoeken, maar... een paar seconden geleden roept hij nog. Anyways, we gaan hem gewoon zoeken in dit huis mensen. Let's go! Oké mensen, laten we even op zoek gaan naar de kerstman. Kijk, mijn kat is er wel, maar dat is niet de kerstman. Hallo Snowy. Hey, Snootje. Ik weet het niet, maar die kat werd in één keer gepakt lijkt het wel. Eens even kijken in deze kamer. Zit de kerstman niet achter de deur? Nee. Hij is ook nergens te bekennen. En nu zie ik mijn kamer trouwens. Dit is een rotzooi. Heeft de kerstman dit gedaan? I don't know. Ik hoor hem al gerinkel, maar ik weet niet waar hij vanaf komt. Chat, laat weten waar die is als je een première kijkt. En hier? Ik zie wel een slaapkamer en een bed. Maar verder? Nope. Helemaal niks te bekennen hier. Ik vind het maar een beetje apart. Maar ja, laten we hem in ieder geval verder gaan zoeken. Weet je waar die misschien ook kan zijn? Ik hoor heel dat net gerammeld toen ik die camera uitzette. Waarschijnlijk zit hij gewoon op zolder. Laten wij even gaan kijken of die hier is. Oh, nu moet ik wel even het licht aanzetten. En... ik weet het niet. Weet je, laten we gewoon die trap even mijn dingen doen. En dan zie ik jullie zo weer. Kan ik het met één hand? Ik weet het niet. Yes mensen, dat gaat. Oké, laten we lekker naar zolder gaan. We gaan even lekker klimmen naar het zolder. En eens even kijken of we iets of niemand kunnen vinden. Oké, daar is niks. Ik moest de kerstman gaan zoeken, zei hij. En... eens even kijken. Zal hij misschien niet hier zijn? Ook niet. Hij is helemaal nergens te bekennen, mensen. Holy moly. En misschien daar. Nee, ook helemaal niet. Ik ben op zoek naar de kerstman, maar ik kan hem gewoon niet vinden. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien, maar ja, het zal aan mij liggen, denk ik. Ik ben gewoon een beetje aan het stressen op dit moment. En ik weet het. Even kijken, hoe laat is het nou eigenlijk? Maar ja... ik ben echt aan het stressen gewoon. Ik weet zeker, hier is wel iets aan de hand. Want ik hoorde net ook allemaal gerinkel en dat soort dingetjes. En ik word helemaal moe van en dat soort dingen. Wat doe je allemaal? Waar ben je mee bezig? Ik kom bij mijn jongen op.
Waarom is het zo met Horace Sinterklaas? Dat heeft er gewoon mee te maken omdat Horace Sinterklaas op mij iedere keer achterna, ja? Oh ja? Ja. Maar volgens mij ben jij degene die hem opgeroepen, ja? Niet liegen. Oh, is dat zo? Ja, dat is zo. Wat doe je steeds? Niemand vliegt tegen mij. Ho ho ho, waar ga je naartoe? Laat me maar rust. Huh? Laat me rust. Niks daarvan. Ja, laat me maar rust. Nee. Waar ben je bezig, gast? Oh, waarom doe je me dit aan? Ho ho ho. Je zit heel de tijd achter me aan, weet je dat? Nu ben je voorbij. Echt niet. Laat me alsjeblieft gaan. Die 2 uur is helemaal niet om. Ho, ho, ho. Niks daarvan. Maakt dat wat uit of zo? Ho, ho, ho. Waar ben je maar aan het filmen, gast? Vind ik echt niet fijn, dit. Nou, ik denk dat ik hem heb verslagen. Kiek te liggen. Zo, dat is ook weer opgelost. Kijk nou wat een zwakkeling. Hij denkt dat hij mij kan hebben, maar uiteindelijk is de kerstman de grote winnaar. Kijk er naar liggen. Niemand kan winnen van de kerstman. Wat dacht je nou, hè? Dacht je nou echt dat ik dood was? Lul. Oh, jij bent echt zo'n grote sukkel. Ja? Weet je? We gaan een keer een Q&A aan samen. Een Q&A? Vraag en antwoord. Wie ben jij wel niet? Je bent gewoon... Wat? De heck. Ik weet niet wat ik hiervan moet denken, mensen. Maar ik ga nu mijn huis uit! Waar het nog een keer op deze manier binnen te komen? Wat? Nu opschieten, tempo! Ho, 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 ho. Wat ho, ho, ho? Was je probleem, gast? Nou mensen, de kerstman is uit huis gekikt en ik kan toch wel echt even de baas. Ik doe soms maar alsof ik bang ben en ook doe ik dat bij jullie gewoon alsof. Weet je waarom? Want ik ben bang dat kerstman ook op mijn video's kijkt. En als ik gewoon een beetje doe alsof, ja, wat wilt hij dan nog verliezen, snap je? Dus ja, het heeft wel een beetje gewerkt om te acteren bij de kerstman. Hij is nog lang niet jarig, mensen. Ik hoop niet dat ik hem nog één keer tegenkom, want hij gaat er echt aan. En ja, hij is gewoon te veel te ver gegaan. En de kerstman, die kan mij gewoon niks flikken. Snap je? Dus ik heb iets op mijn telefoon ontvangen. Dacht je dat echt in mij te pakken had? Dit keer kunnen we er goed voor af. Maar de volgende keer heb je pech. Ho, ho, ho. Je hebt één van je opdrachten heb je niet gehaald. De lade van de 20 opdrachten. Eén van de onverwachte opdrachten heb je niet gehaald. En dat betekent dat jij daar aan gaat. Ho, ho, ho. Wat de heck zegt de kerstman? Wat? Dus hij gaat volgende keer zijn hulptroep op mij nemen. Misschien is het toch wel een beetje dom geweest. Kijk, ik kan er wel de kerstman aan. Maar zijn hulptroepjes kan ik echt niet aan, mensen. Weet je wat het is, mensen? Ik denk wel dat ik een nieuw plan moet gaan bedenken om de kerstman een keer echt terug te gaan pakken. Want straks komt hij met zijn run-elfjes aan of straks komt hij met een moordwapen aan. En je weet het niet. Hij kan echt vol op mijn verrassingen zitten. En hij acteerde ook gewoon dat hij bang was. Ja, ik weet het gewoon niet, mensen. Wat denken jullie wat nou een goed plan is? Moet ik gewoon achter de kerstman aangaan en maar gewoon een keer aanpakken? Of ja, wat is nou het goede plan? Moet ik achterna gaan of moet ik hem gewoon met rust laten, denken jullie? Kijk, jullie zullen het wel beter weten als ik als kijker zijnde. Die sukkel is ook nog zijn kerstbal vergeten ook. Kerstman, die krijg je niet meer terug en ik weet het, hij wil het graag ophalen, maar nee. Dit is ook trouwens gelijk het einde van de video. Heb jij genoten van deze video? Zorg dat jij deze video even met een blauw duimpje beloont. Zorg ook even dat je een leuke comment achter gaat laten. Zorg er ook even voor dat je geabonneerd bent met het notificatiebelletje aan. Dan zie ik jou weer terug bij een nieuwe video, mensen. Ciao, ciao.